Goeiedag, fijn dat u deze zondag weer naar ons kijkt. Vandaag neem ik u mee naar het evangelie van deze vijfde zondag van de vaste. Daar gebeurt het volgende. Terwijl Jezus in de tempel de mensen onderricht geeft, hebben de schriftgeleerden en fariseeën zich een vrouw gevangen, betrapt op overspel. Nu luidt het bevel in de wet van Mozes, zo vertellen zij aan Jezus, zulke vrouwen te stenigen. Ze hadden al gemerkt dat Jezus veel genuanceerder naar zaken keek als zij. Die het principe oog om oog, tand om tand adoreren. Dit principe gaf hun namelijk macht en aanzien en ze werden door elk normaal denkend mens gevreesd, door de bikkelharde oordelen die zij velden. Ze vroegen dus aan Jezus als een strikvraag om hem ergens van te kunnen beschuldigen: maar jij, wat zeg jij hiervan? U kent het verhaal uit Johannes 8. Laat degene onder u, die zonder zonde is, het eerst een steen op haar werpen. Eén voor één dropen ze af, de oudste het eerst, totdat Jezus alleen achterbleef met de vrouw. Hij keek de vrouw aan en zei haar: vrouw, waar zijn ze gebleven? Heeft niemand u veroordeeld? Zij antwoordde: niemand, Heer. Toen zei Jezus tot haar: ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig van nu af niet meer. Dit verhaal, goede vrienden, zit bij velen van ons heel diep in ons hart gegrift. Het herbergt een ultieme vorm van rechtvaardigheid. We moeten echter niet vergeten dat Jezus gewoon doorgaat met het onderricht. Hij attendeert ons op iets heel belangrijks. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat Jezus het opneemt voor die vrouw. Maar de schijn bedriegt. Hij zegt haar namelijk: ga heen en zondig van nu af niet meer. Die schriftgeleerden en fariseeën vermoeden klaarblijkelijk heel terecht dat wanneer je voor God geplaatst wordt, elke zonde telt. Die vrouw heeft daar naar alle waarschijnlijkheid geen weet van. Eén zonde meer of minder, moet zij gedacht hebben, wat maakt dat uit? Vandaar dat Jezus haar erop attendeert, zondig van nu af niet meer. Jezus, die onder alle omstandigheden, behalve bij de reiniging van de tempel, de rust kan bewaren, weet zeker dat daarboven elke zonde telt. Omdat Christus door de sleuteloverdracht aan Petrus met de Rooms-Katholieke Kerk in eenheid vormt, weten wij ook dat elke zonde telt als een mens voor God verschijnt. En juist op dit punt komt de vreugde, de genade, ons katholieken tegemoet, wanneer wij ontdekken dat door diezelfde kerk de verlossing van onze zonde naar ons toegekomen is, door het lijden, sterven en verrijzen van Jezus. Hierin zijn wij als Rooms-Katholieke Kerk een unicum op onze planeet. Dus wij zijn net zoals een hond die de waterdruppels van zich afschudt in staat, zij het met enige oefening, door die kerk met haar sacramenten de zonde helemaal van ons af te schudden en zo voor God te verschijnen. Nu begrijpt u waarom niet Kerstmis, maar de Goede Week en Pasen voor mij als trouwe viervoeter van Christus de mooiste tijd van het jaar is. Ik wens u allen God zegen. Een speciale groet voor hen die de zorg voor een ander op zich nemen. Ik bid voor u om bescherming, kracht, geduld en wijsheid. Smakelijk eten, veel kiekplezier en het schot blijft tot de volgende keer.